Wat je ook van het wisselvallige weer van de afgelopen tijd vindt, de tuin is misschien wel de grote winnaar. Die is groener dan de afgelopen zomers. Keerzijde, als het even droog is, is er werk aan de winkel voor tuinbezitters en hoveniers. Aan schoffelen valt niet te ontkomen. Hard nodig, ja, met dit weer moeten we toch de tuin een beetje bijhouden. Ja. Het komt je om de oren gegroeid. Ja, klopt. Zonder regen, het onkruid groeit goed dus. Ja, mensen raken een beetje in paniek, maar op zich is het geen reden om paniek te hebben. Het is gewoon heel erg groeizaam en goed en planten kunnen goed herstellen van toch de 2-3 best wel droge hete zomers. Tot zover de theorie. Aan de slag nu, want er staat een flinke taxushaag om de tuin die nodig gekortwiekt moet worden. Een prima moment om dat nu te doen. Dit kan niet wachten, dit moet nu? Dit moet nu en het kan ook nu. Dan hebben we vanaf nu, de dagen worden korter. Er zal nog een klein scheutje opkomen wat misschien in het najaar, als we zo'n groeizaam vochtig weer houden, misschien ook nog eraf moet. Als je een hele strakke haag wil hebben voor de winterdag. En dan staat hij in de winterdag gewoon als een hele strakke blok, als mooie rustige achterwand. Zeker de taxus, want die is mooi donkergroen. Wat is het geheim van de smid? Hoe krijg je dat zo strak? Rustig scheren, af en toe terugkijken, wat heb ik nou gedaan? Dadelijk een klein beetje corrigeren en ja, ik hou van hagen die gewoon echt helemaal strak zijn. De achtertuin is half juni pas aangelegd. Best een gok, want voor hetzelfde geld was de jonge aanplant weggebrand in de zomerzon. Maar missie geslaagd. Ja, dat was een risico wat we daarmee genomen hebben, maar... Ja, het heeft heel goed uitgepakt, want het staat er heel erg mooi bij momenteel. Dus jij bent eigenlijk wel blij met het natte weer? Ja, voor de tuin wel. Ja, absoluut. Dat waren allemaal vrij kleine planten. We hebben de beginfase, de eerste 2 weken, af en toe wat moeten beregenen en daarna was het eigenlijk prima. Super aangeslagen? Super aangeslagen. Hetzelfde als de grasmat. Die is ook gewoon, zoals normaal gebruikelijk is, vlak na het lagen een week in de gaten houden met sproeien. En daarna eigenlijk niet meer beregend. En ja, de klant heeft vorige week gemaaid, hij kan nu weer gaan maaien. En als het groen eenmaal lekker geworteld is, komt het op groene vingers aan. Hoe weet jij wat onkruid is en wat je wil behouden? Ben je kenner? Nee, eigenlijk helemaal niet. Maar daar hebben wij Harry voor. Het is even lastig om ook van sommige dingen dan te herkennen van wat is nou onkruid en wat niet. Oftewel, wat is niet gewenst. Deze is niet gewenst en die hoort er eigenlijk te staan. In een goed verzorgde tuin met de zon erbij is het heerlijk genieten. Maar door de regen bleven de geluksmomenten daar dit seizoen beperkt. Nee, dat klopt. Maar goed, we hebben toch wel veel momenten gehad dat we toch lekker in de tuin hebben kunnen zitten. Maar ja. Volgend jaar wordt het alleen maar mooier, hè? Precies.